bij. Ja, lekker zo groot. Hallo, ik ben Malieke Lubbers. Dus we gaan vandaag wat superleuk, maar wat ga ik nu vertellen? Natuurlijk wel. We gaan vandaag weer een speedweekendje naar Oostenrijk. En we gaan een caravan kijken. En we gaan kijken naar de Almalp 3. Maar wat dat is, dat zien jullie daar wel. Dat vertel ik dan later. Het is nu 4:55. En ik ben best wel moe, maar ook weer heel gespannen. En ik ben een hele zonne gast, namelijk mijn vader. Hoi. En Bella. Hey. Ook ermee. Ik heb er super veel zin in. Nou, we zijn nu onderweg. Mijn vader is eerst even aan het tanken. En dan gaat de reis echt beginnen. En we moeten 10,5 uur rijden. Dus dat is best wel een eindje. En ik heb er echt super veel zin in. Bella ook. Bella kijkt heel erg naar uit. Ik zit heel krap. Ik vind het helemaal leuk. Nou, het is nu al een stukje later. Het is al 7:55. En we zijn al een stukje aan het rijden. Het is ook al licht. En we zijn al in Duitsland. Nog steeds in Duitsland en het is nu 8:50 en er rijden dikke auto's voor ons vandaag. Echt niet. Met Bella gaat het ook goed. Wow, die is zo mooi. Een groene Lamborghini. We hebben ook al een paar keer gestopt om Bella te laten plassen en we moeten nog 5 uurtjes. Gaat het wel, pap? Perfect. We gaan nog even lekker windje aan de. Lekker Bella! Gewoon op de snelweg. Nou, we zijn alweer een stukje verder. We hebben ook al gegeten. Het is nog 2:05. De hond is lekker aan het chillen. Het is nog 2,5 uur rijden. Maar de tijd gaat eigenlijk best wel snel, vindt hij. Vind je dat ook? Ja, ik ook. We zijn nog bijna heel. Nou, ik denk dat we bijna in Oostenrijk zijn. We zien dan wat hoge bergen. We moeten nog 46 minuten voordat we er zijn. En dan zijn we op de camping en dan gaan we even daar kijken. En dan zitten we in een ander huisje. En dan gaan we morgenochtend gaan we kijken voor een huisje daar. Bella is lekker aan het slapen. Want op de camping zit de caravan en daar hebben wij morgen een bezichtiging. Maar nu zitten we op een andere caravan. Kijk dan hoe mooi. Gelijk al dat gevoel. Gelijk al dat gevoel, ja. Hè? Thuiskamer. Wauw, echt mooi. Nou, we gaan net Oostenrijk in. Leuk hoor. Moeten we nog 35 minuutjes. Yay, Bella! Hey! Ja hoor, Oostenrijk! Controle! Tolwegen toch? Nou, die zijn overstromen en alles geweest, maar toch ligt er wat sneeuw erboven op de weg. We zijn er nu echt bijna, nog 4 minuutjes en dan zijn we op de camping. Bella, vind je het leuk? Denk het wel. Er rijdt ook een kat voor ons. Spannend, papa? Ja, leuk hoor. Ja. Ja, echt mooi. Ruikt helemaal naar hout hier, hè? Nou, we zijn over 4 minuten bij de camping, maar eerst gaan we nog even Bella uitlaten. Oeh, de reis zit er al bijna op. Het gaat zo snel voorbij, echt niet normaal. Het is echt warm hier. Aan de andere kant van Oostenrijk en in het midden, daar zijn overstromingen en alles. En hier waar wij zijn, is het gelukkig lekker weer. Kijk dan wat een mooi uitzichtje. Ze moeten gelijk helemaal vrij hier. Kijk, ze gaat rollen. Niet in haar eigen boek, toch? Nee, lekker door de eigen stroom. Nee, dat was ernaast.
Oh, Bella. Waar ben je dan? Waar ben je? Hey. Bella? Bella? Ik denk dat ze zich heel vrij voelt hier. En morgen is dit Brixen Amfest. Dat is dat de koeien van boven naar beneden gaan rennen door de stad heen. Dan moeten we niet Bella meenemen, want zij eet zo. Dus hier lopen morgen allemaal koeien doorheen. Ja. Helemaal versierd, allemaal met grote bellen om. En vanaf 10 uur is dat dus. Heel grappig. Nou, we zijn op de camping. En je hebt ook een speeltuintje. Daar. En een sleepliftje. Dus als er sneeuw is, kan je hier naar beneden. En dan kan je naar de grote liftjes daarachter. Dus dat is ook superleuk. Skischool zitten. Skischool, ja, heb je ook nog. Maar daar hoef ik niet meer heen hoor. Ik ben veel te goed daarvoor. Nou, we zijn aangekomen bij het caravannetje. Dit is niet het caravannetje die we misschien gaan kopen, want daar gaan we morgenochtend kijken. Dat zit ook hier ergens op de camping. Dan gaan we hier naar binnen. Dit is gewoon ons verblijf. Koelkastje. Hier kan je zitten. Keukentje. Hier naar binnen. Hier is het echt lekker koel. Je kan lekker eten. Heel veel kastjes. Nog een keuken. Een stapelbed. En een tweepersoonsbed. Nog allemaal kastjes en dingetjes. En ik ben echt heel benieuwd naar het caravantje van morgen. Super. Ik heb er echt zin in. Jij? Heb je er ook zin in, pa? Ja, leuk toch? Ja. Nou, en hier op de camping heb je ook een restaurantje. En hier is dan de speeltuin. Daar gaan we ook even kijken. Nou, hier heb je dan de speeltuin. En daarachter kan je ook nog heen. Zo. Nou, Bella, ga maar. Schommelen. Ga maar schommelen. Ja, ga maar. Yay, het kindje. Nee, stop. Nee, niet bijten. Hier kan je ook nog spelen. Nou, let's go. Zo bellen loslaten. Kom ze. Bella is boos op dat ding geworden. Mag het niet? Ja, het is goed, Bella. Is goed. Dankjewel. Bella wil het ook. Oh. Bella! Nee! Nu is het een bloemenwagen en eerst werden hier mensen in vervoerd. Super grappig. Kijk dan ook wat voor gave hutjes hier staan. Super leuk. Nou, we zijn nu in het restaurantje. We hebben ons eten en kijk dan wat hij heeft. Zo, krijg je dat op? Nou, dat weet ik nog niet. Ja, we gaan nu even ons best doen om het op te eten. Zeker. Wat is er nou net gebeurd? Ik ben aan het huilen. Ja, we zullen het uitweten. Mijn vader liet net heel erg schreeuwen. Je weet ook niet waarom dat haar. Nou, we hebben net lekker gegeten. We zijn nu in Kiersberg. Daar hebben ze een luchtballonnenfestival. Dat was laatst ook in Nederland. Mooi hè, Bella? Mooi hè? Ik ga nu even kijken wat hier allemaal is. Kleine ballon als in Barneveld. Ja, in Barneveld waren ze veel groter. Wow. Mooi hè, Bella? Nou, er wordt er daar nog eentje opgeblazen. Een witte. Echt, in Barneveld was het veel spectaculairder dan hier. Dit is echt niks vergeleken met Barneveld. A few inches later. Wat gaan we doen dan? Nou, we zijn nu in die boot beland. Oké, jongens, als we er klaar voor zijn, we gaan springen! Oh, yeah.
Nou, het is nu de volgende dag. Ik heb goed geslapen. Hoe heb jij geslapen? Ja, lekker. Best wel lekker Bella, eigenlijk. Goed geslapen? Ik heb dus hier geslapen. Ik heb stiekem met Bella geslapen. En we gaan nu de caravan bezichtigen. Nou, laten we dat maar gaan doen. Ja, let's go. En Bella staat lekker op de uitkijk. Nou, dit is de caravan waar we gaan kijken. Een heel lekker buitenplaatsje. Hier kan je je skispullen ook kwijt. Dus dit is ook super handig. Wow, het is wel groot hier. Ja, op de foto, hoe je had dat gedaan met een... Er is iemand dat had gefilmd, ik weet niet of jij dat was of iemand anders. Met gewoon een telefoon, dus ja, daar zag het al groot uit. Ja, het lijkt wel zo groot, joh. Met de liefde bij voorbij. Ja, het is echt groot. De caravan verder gehouden, nou ben ik nu groot. Je hebt zelfs vloerverwarming hier. Nou, we hebben een warmtecamera en we hebben de vloerverwarming aangezet. En kijk dan, je ziet al die bijzen. Dat is echt grappig. Dan kun je controleren of het overal heel is, of het werkt. Ja. Nou, hoe doet het, hè? Nou, het werkt allemaal, jij ook. Jezus, dan ben je warm. Het is echt super mooi hier. Vind je het ook mooi, pap? Ja, het is een mooi hutje hier. Ja. Een bankie. Mooie keuken. Hier kan je nog heen. Mooie kamer. En als we dit huisje nemen. Ik neem deze kamer in beslag. Hier nog een stapelbed. Hier hele grote kasten. Wc'tje. De spiegel. Hier ook nog een kamertje. Het is allemaal echt super mooi en groot voor een caravan, hè? Papa is echt groot voor een caravan. Ja, het is ook echt een grote caravan, ja. Echt mooi. Ja, dit is het buitengedeelte. Via ook super mooi. Ik had zelfs een fotootje. Denk ook. Hoe grappig is dat? Ja, echt mooi. Ik kreeg dat 3 dagen geleden. Oh ja, er is wel mee. Wat was er ook mijn via vragen, bellen, doen. Hier. Kwam een fotootje naar boven. Ja, dat is wel dat ik. Hier is ook nog hout achter. Hier kan je naar binnen. Hoi! Het is echt super groot. Echt mooi. Super groot. Ook nog mooi uitzicht zo op de bergen. Oh ja, nu kan je het goed zien. Heb je ook nog mooi uitzicht op de bergen. En als er sneeuw al ligt, daar kan je dan skiën. Daar heb je nog een sleepgebied. Dan kan je helemaal de berg om naar andere gebieden. Dus dat is ook superleuk. We kunnen ook skiën in de winter hier. Nou, dit was het einde van deze video. Ik vond het echt superleuk, het huisje. De caravan was ook echt super mooi. En straks gaan we nog iets anders doen. Maar dat komt tot de volgende vlog. Bella, wat vond jij ervan? Ik denk dat ze het ook leuk vond. Nou, dat was het einde van deze video. Geef een duim omhoog, abonneer op mijn kanaal. En als je benieuwd bent, blijf ik links bij. Klik mijn auto. Alles klikken. Ja! Later.